Bedrijven doen hedendaags ook aan social media. Als een vorm van promotie voor hun product of bedrijf. En nou ben ik eerlijk gezegd benieuwd naar bedrijven die allerlei franchises hebben. Denk bijvoorbeeld aan McDonald's. Je hebt natuurlijk de McDonald's headquarters, maar je hebt overal ook McDonald's door het land heen zitten. En die plaatselijke McDonald's, die is interessant. Want wat maakt die anders dan het hoofdkantoor? Daar gaan we vandaag naar kijken. Zo heb ik bijvoorbeeld voor mij het hoofdaccount van Albert Heijn. En op de TikTok-pagina van Albert Heijn plaatsen ze, ja, recepten. Denk je van, ah, weet je, leuk, niet heel fucking boeiend. Hamsterdingetje, hamsterrugzakken, ook niet heel boeiend. Mama, ik heb je hulp nodig. Ik heb geen lunch mee. Maar dat weet ik toch, liefje? Ik ben al lang onderweg. Ik koop gewoon alles. Yo, ziek, man. De moeder is gewoon even oud. Oké, ik ben blij. Ik ben helemaal... Ze hebben dat joch van Marco Prima, hebben ze blijkbaar ook weten te strikken. Nu verwacht ik in dit filmpje wel een Albert Prima. Zo'n niet boeiende TikTok. Oké, deze, ik moet zeggen, deze is nog best wel geinig gedaan. Puur omdat het eigenlijk zo is. Dat is de charme ervan. Oké, maar dat is dus Albert Heijn. Maar wat doen de filialen van Albert Heijn eigenlijk? Dit is de Albert Heijn van Zielhorst. Geen idee waar het ligt, maar het heeft bijna 10.000 volgers. Point of view, de kassa wanneer je een cola blikje van 330 milliliter probeert te scannen, terwijl op het kraskaartje een cola blikje van 250 milliliter staat. Alright. Let me tell you something! Let me tell you something! Ja, dat is geinig. Dat is geinig. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door NordVPN. Met NordVPN heb je de hele wereld in je handpalm. Met ruim 5400 servers in 59 landen kan je met nagenoeg elk land verbinden wat je hartje begeert. En de servers van NordVPN zijn dusdanig snel dat je het nagenoeg niet merkt in je verbinding. Met NordVPN heb jij toegang tot allerlei soorten media. Is jouw favoriete serie niet op de streamingdiensten waar je normaal gesproken gebruik van maakt? Probeer eens een keer een VPN aan te zetten en kijk wat Groot-Brittannië heeft. Met een simpele druk op de knop ben je zo met Italië verbonden bijvoorbeeld. Of is bijvoorbeeld een spel niet in jouw land beschikbaar, probeer eens een VPN aan te zetten om te kijken wat wel lukt. Je kunt NordVPN op vrijwel elk apparaat installeren. Denk aan je tablet, je laptop, je Android-televisie, je telefoon, noem maar op. Ga naar nordvpn.com/gamemeneer en kijk wat jouw exclusieve deal is. Mocht het je niet bevallen, heeft NordVPN nog altijd een 30 dagen niet goed geld teruggarantie. Ga naar nordvpn.com/gamemeneer, kijk wat jouw exclusieve deal is. Linkje staat in de beschrijving. Gaan we nu door naar de content. Favoriete shiftleider boos op je wordt omdat je op je telefoon zit. Dikke vette copyright op muziek, maar het mag ook geen eens! Mag niet. Moeten supermarktmedewerkers niet gewoon hun telefoon zeg maar bij de kleedruimte laten? Point of view, wanneer je favoriete collega wordt overgeplaatst. Echt, hoe TikTok scheid heeft aan auteursrechten is toch echt ongekend. Of ze hebben wel de rechten ervoor, maar iedereen plaatst het gewoon en het is echt ongelooflijk. Ik weet niet wat ik er even mee aan moet. Deze hele, elke TikTok die we gaan bekijken is muted. Alles is stil, omdat ik anders in de problemen kom. Want dikke vette auteursrechten, want Antoine Olivia zit op de achtergrond te spelen. Maar dit is lekker zo plaatselijk. Dit is om te verbinden met de buurtbewoners. We gaan een andere filiaal bekijken. Dit is de app in Culemborg. Met 6500 volgers. Wanneer je te laat bent voor de shift. Ik ga niet panikeren. Dan is het start zijn. 2 seconden later, totale paniek. Waarom heeft iedereen die fiets? Ik zie ook geen andere fiets meer. Iedereen heeft exact zo'n fiets. Dat is wat mij opvalt. Het is niet dat ze met een fiets in de supermarkt, dat kan met de tyfus genieten. Maar gewoon iedereen van die leeftijd heeft die fiets. Wanneer je achter de pinkassa staat. Dat is leuk. Dat is leuk. Ik ga altijd naar de pinkassa en roepen. Pinnen alsjeblieft. Zo awkward. Ja man, dat is tering awkward. Voornamelijk omdat je de term roepen gebruikt. Dus je staat daar. Alles is gescand. Pinnen alsjeblieft! Ja, tuurlijk is dat ongemakkelijk. Want dan roep je het door die hele kuttoko heen. Niet nodig. Je kan het ook gewoon normaal zeggen als een normaal persoon.
Dit vind ik persoonlijk wel interessant. Gewoon een beetje een blik achter de schermen. Ik heb zelf nooit in een supermarkt gewerkt. Dus ik weet niet exact wat er achter de schermen plaatsvindt. Dus dit vind ik dan weer interessant. Oh, dat is leuk. Dat is met zijn Toblerone. Dat is leuk. Hilarisch! Dat is niet 100 keer gedaan. Ja, weet je, wie? Wie vroeg? Zo vaak is dit gebeurd dat mensen dan de helft van de boodschappen na de Toblerone leggen en dan vergeet ik de helft dus. Ja, of mensen moeten gewoon de Toblerone niet overdwars neerleggen dat het inderdaad lijkt alsof het zo'n onderschepping is. Doe hem gewoon in de lengte. Ja, dit is teambuilding, hè. Dit is teambuilding. Lekker met je collega's. Lekker voetballen. En back dicht. Dat is niet klantvriendelijk, hè? Nee. Klant is koning, zeggen de vervelende klanten altijd. De klant kan eigenlijk af en toe gewoon de tyfus genieten als je onredelijk bent. In mijn optiek. Albert Heijn Amsterdam. Gewoon Amsterdam. In zijn geheel. Er is maar één Albert Heijn in Amsterdam. En dat is deze. Strak zetten. Wat heb je gedaan? Losgezet. Zo, en of dat gebeurt... Alleen het eerste product naar voren gaat. En of dat gebeurt. Jullie smichten die werken bij supermarkten. Ik moest bekant een keer gewoon duiken in zo'n kast. Hè. Zo'n kast waar zij voor staat. Moest ik helemaal naar de achterkant toe grijpen. Want ik had de voorste gepakt. En dan zat er toch echt een marathon zat er ertussen. Want ik wilde er twee van dat product hebben. Een marathon zat ertussen. En ik moest duiken, joh. Vals. Vals. Oh, dat is leuk. Ja, nu snap ik hem. Nee, ja, dat is leuk. De thee moet worden besproken. Ja. Onder het genot van een theetje. Leuk. Dat is leuk. Ja, dat is wel geinig. Dankjewel, geheel Amsterdam, Albert Heijn. Hé, maar hoe doen ze dat eigenlijk bij de concurrent? We hebben hier de TikTok van de Jumbo. Die heeft zelf 8000 volgers. Dit is gewoon te hard om rauw te eten. Dus als je ze nu even blancheert in zout water, dan heb je een shortcut om even een snelle kimchi te maken. Nou, BN'er / presentator wordt ingehuurd met een echte kok en ja. Dan gaan we beginnen met... Nog een recept. Eigenlijk mag gewoon alles bij... Het is gewoon één aflevering in mootjes geknipt. Dan ga ik dit een uurtje in de oven zitten. Nog meer. Oh, godver. Is dat een borsthaar? Oh. Ja, maar dat is echt je eigen vieze schuld. Ja, BN'ers, weet je. Kijk, we maken... BN'ers. Recept. Wat eet jij vanavond? Dikke, vette pik. Ik ga nu pikandelboordje eten. Tuurlijk. Het stereotype voldoet. Doe er ook maar even een blikje energy bij van onder de euro. Ongekend. Oh, is dit zo'n meme? Oh, dat is leuk. En er wordt gewoon ingezoomd. Mijn moeder als ik boodschappen heb gedaan. Ja, dat is een lekker mimpie. Maar zo zie je, het is onpersoonlijk. BN'ers en blablabla. Hogere productiegehalte is te merken. Maar hoe doet Jumbo Raamsdonksveret? Waarom is dat een plaats? Die heeft daadwerkelijk ook gewoon nog meer volgers dan het officiële TikTok-account van Jumbo zelf. Yes! Laten vallen! Je ziet het gewoon, die onderkant die buigt niet mee. Lekker. En die andere staat gewoon op de telefoon. Doe iets! Ja, nu is het al te laat. Ja, oké. Dat is wel geinig. Dat is een geinige. Die is leuk. Vind ik leuk. Bloopers onder het werk. Niemand kan je krijgen. Zie je helemaal van mij. En is er een leuk feestje? Dan ben jij van de partij. Ik ga zwemmen. Nog even één keer opnieuw. Kijk, dat is ook weer zo lekker gewoon gebleven. Dat ding is ook stuk. Hang gewoon, jullie hebben ze letterlijk. Hang gewoon zo'n geel vliedertje op. En dan plakken ze gewoon tegenaan. 100 jaar erachteraan zitten te jengelen. Dat is leuk filmpje, zegt Lars. Thanks, Lars.
Ja, dat is leuk. Dat is geinig. Muziekje erbij, dat is leuk. Kijk, dit is gewoon geinig. Het is veel geiniger dan zo'n BN'er achter een balie plakken. En doe die het, Mario. Er is een reden waarom Raams Donks Veer meer volgers heeft dan het officiële account van Jumbo. Maar hoe doet vrouwtje Slot het? Kunnen jullie gewoon eens even niet op kut plaatsen? Vrouwtje Sloot, what the fuck? Hey mama, is het ook goed als ik half 2 thuis kom? Ja, dat is een meme. Ik snap hem niet. Marco? Het is geen wedstrijd, hè? Ja, leuk. Leuk. Leuk dat het geluid van Sam Kroon wordt gebruikt. Om vervolgens Sam Kroon bij de Albert Heijn te zien. Oeh, maar dat is lekker. Hij is een 10, maar hij belt aan de kassa. Ja, maar wat is het dan? Is het dan een 6, een 5, een 4? Wat geef je het? Wat moet ik doen? Die snapt het niet. Sowieso bellen aan de kassa, onbeleefd. Je moet even gewoon, op dat moment moet je even de aandacht hebben. Je moet even inzien wanneer de cashier iets van je moet. Dan moet je even gewoon paraat staan. Klaar, dat doe je gewoon. Welkom bij avondeten in de Jumbo. Wat is jouw avondeten? Fucking taart, ja toch? Een hele taart, dat kan allemaal in de pauze. En de jouwe. Van die gore magnetronburgers die slap worden. Altijd Harris, altijd. Altijd Harris hier? Ja, wordt altijd gevochten. Het is zo typisch! Hoe kan dit? Oh, dan Harris was een broodje. Het is een tiener, joch. En wat zit hij naar binnen te smikkelen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk zit hij een frikandelbroodje naar binnen te werken. En genieten we ervan? Zeer zeker dat we ervan genieten. Wie doet dit dan ook? Je plaatst niet het rechthoekige mandje in de ovale mandjes. Kom op. Nee, hou dat ding dan gewoon recht. Oh, hij is gescheurd. Ja, dat doet pijn. Nou weet ik ook niet inderdaad hoe dat werkt. Maar kan je dan gewoon letterlijk de QR-code 1-op-1 in het apparaat invoeren en dan rekent hij hem af of zo? Het is een irritatie. Oh, lekker. De kroketten bij het toiletpapier. Ja, 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 ja. Het is ook diepvries, hè? Het is nu gewoon helemaal naar de kloten. Je telt tot 10, dan is het klaar. Ah, 3 over 9, er komt nog eentje binnen. Hey, hoe zit dat trouwens, zeg maar, met de persoon die deze TikToks maakt? Ik bedoel, we hebben een beetje overkoepelend thema dat de blonde dame het hoofdkarakter is in deze universe of Jumbo de Dobbe. Krijgen ze daar ook vergoed voor? Want er zitten wel gewoon bangers hier tussen. Van hier, 110.000 weergaven, 43.000, 20.000, 25.000... 855? What the fuck? Ik snap het TikTok-algoritme ook niet. Want hoe kan zeg maar die ervoor 23.000... 855? 16.000, 16.000... 142? 13.000, 43.000, 5.000... 110.000, 32.000, 3.000... Weet je, waar de fuck is het? TikTok is zo'n onvoorspelbaar platform. Ik heb echt op mijn eigen pagina heb ik ook echt een video die gewoon dikke kloten is en gewoon echt meer dan 1 miljoen weergave heeft. What the fuck is dit? Een video van 7 seconden dat ik knipper op 6 seconden. Boom, 1,4 miljoen. Waar de fuck hebben we het over? Een tijdje geleden hadden we ook gekeken naar onze goede vriend bij Gael Jaure. Ik ben benieuwd wat hij de laatste tijd aan het uitspoken is. Die ene klant. Wat is die ene klant? Is dat de klant die er te vaak is? Die eigenlijk een onnodig grote hoeveelheid wijntjes haalt. En eigenlijk in een te korte periode weer terugkomt? Wanneer je na een hele drukke middag eindelijk even een momentje hebt dat je wat lucht kwijt kan. Leuk, dat is een scheetje. Hoi allemaal, vandaag is het actiewisselingdag bij Galagal en ik dacht, laat ik jullie eens even meenemen. Mijn wekker gaat 's ochtends om 6 uur en... Wacht, dit is gewoon een vlog? Wat ziek! En daarna volgen alle displaykaarten van de bulkmeubels en de tafels.
Ik ben wel benieuwd. Hij heeft zeg maar zo'n oortje in, hè. Maar het lijkt wel een beetje alsof hij de enige medewerker hier zo'n beetje is. Lijkt me een beetje stug. Er zullen vast wel meer zijn. Maar met wie communiceert hij dan? Ik ben benieuwd of je wel extra klanten krijgt, zeg maar, door dit te doen. Zo, yo, Zwee, ik heb je gezien op de TikTok. Nou had ik echt zin in een flesje port. Dus kom bij de Gallen Gallen Jouren. Wie weet. Mijn conclusie hieruit is, ik vind het leuker om te zien als het persoonlijk is van de mensen die daar daadwerkelijk werken. In plaats van de mensen die ingehuurd zijn om dat te promoten. We weten natuurlijk uiteindelijk de intentie erachter. En dat is gewoon puur meer omzet draaien. Maar het voelt wat meer persoonlijker. Maar ja, dat ben ik. Hey, bedankt voor het kijken. 2 video's staan naast mij. Maak er vooral gebruik van. Graag tot de volgende keer. Doei.